Oké, wie ben ik? Waar sta ik voor de vraag? Nou, allereerst mijn naam, ik ben Nino. Nino Jacobs. Nino, dat is een Spaanse naam, Spaanstalige naam. Mijn vader heeft veel gereisd in Spaanstalige landen. En Nino betekent kleine jongen. En zo kan ik mij vaak genoeg nog steeds voelen. En dat wil ik ook vooral zo houden. Dus dat is waar ik ook voor sta. Nieuwsgierig zijn naar wat mezelf beweegt, naar wat andere mensen beweegt. Vertrouwen op dingen niet te weten. En dat vind ik overigens ook heel erg spannend. Om daaraan over te geven. Ik ben dol op mijn vrouw en dol op mijn twee dochters, Nina en Lois. En zij zijn mijn spiegel. Dat vind ik heel vaak leuk om in te kijken. En ook heel vaak vind ik dat niet leuk om in te kijken. Ik vind dat lastig om te zeggen, ja, wat doe ik dan, zeg maar, voor de kost of zo. Ik zie mezelf als helper. Ik help graag andere mensen. Ik zorg graag voor andere mensen zonder dat ik de zorg overneem. Ik wil graag mensen begeleiden, verder helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. En dat gewoon met een stuk humor. Dus dat het de balans is tussen humor. Dus niet allemaal onszelf heel erg te veel serieus nemen, maar ook kijken naar de lichtheid. De lichtheid, hè? Zoals het boek, hoe heet dat? De ondraaglijke lichtheid van bestaan. Zo kijken naar de lichtheid van de dingen. En met veel plezier en humor. Zonder clownesk te zijn. Gewoon. Ja, ik vind dat lastig om onder woorden te brengen, Jasper, merk ik. Gewoon lekker te zijn. Gewoon lekker Nino zijn. Nino zijn. En soms weet ik het wat het is en soms weet ik het ook niet. En weet je, ik vind het ook helemaal prima. Een verhaal. Ik heb onlangs een verhaal gehoord. Dat verhaal, en dat slaat ook wel gelijk op mezelf in het proces waar ik zelf nu zit. En het verhaal gaat over Pablo. En Pablo is een jongen die woont op de grens tussen twee landen waar nog grensposten zijn, douane is. En Pablo die gaat elke dag op zijn fietsje met een zandzak, met zand, gaat hij de grens over. Maar elke keer, de douanier, ik kan het woord bijna niet uitspreken, maar elke douanier die zegt stop en die controleert de zandzak. Want die denkt dat Pablo wat smokkelt. Dus zo gaat dat, dus zandzak open en er komt alleen maar zand uit. En zo herhaalt dat proces zich iedere week. Dus de volgende week komt weer Pablo, komt op zijn fietsje aangereden bij de grenspost, wordt gecontroleerd. Zandzak open, uitgedaan, alleen maar zand erin. En zo, dat proces gaat zo door. Tot op een gegeven moment, een dag, komt die douanier en Pablo komen elkaar tegen, maar gewoon ergens op straat in het dorp waar die zit. En ze zitten gewoon lekker met elkaar te keuvelen. En op een gegeven moment vraagt die douanier aan Pablo. Zegt Pablo, vertel nou eens, wat smokkel jij nu eigenlijk? Ja, zegt Pablo, fietsen. En toen ik dat verhaal hoorde, moest ik zo vreselijk lachen. Want ook ik, toen ik het verhaal hoorde, dacht ik, ja, waar in die zak verstopt hij nou eigenlijk iets? Maar uiteindelijk is het dus de fietsen. En wat voor mij het is, is voor mij kijken naar datgene wat ik allemaal heb, in plaats van alleen maar star naar datgene wat ik weet of waar ik denk dat het zit. En dat beperkt mij, dat is gelijk voor mij een beperking. En het is voor mij juist omheen kijken van, hé, maar naar mezelf toe, naar welke mogelijkheden heb ik eigenlijk allemaal wel. Meer kijken naar mijn eigen mogelijkheden. Wat heb ik allemaal? Verder kijken dan mijn eigen neus langs. Verder kijken dan de mogelijkheden die ik nu inzet voor mezelf. Dus kijk verder. Kijk verder. Er is zoveel te zien. Hoe zou ik de wereld over een paar jaar... Nou, het eerste wat bij me opkomt is als we nou gewoon eens allemaal gewoon een klein beetje liever zijn voor elkaar. Ik word heel verdrietig als ik allemaal de krantenkoppen lees en over agressie en mishandeling en hup erop zit. Dus wat mijn wens is om dat we gewoon simpelweg gewoon liever zijn tegen elkaar. Laten we gewoon lief zijn. We willen toch allemaal gewoon fijn leven met elkaar, denk ik dan. En dan zeggen mensen, ja, makkelijk praten en wat doe je dan zelf? Nou, dat is... Die vraag stel ik mij ook gewoon
regelmatig, wat doe ik nou zelf dan daaraan? Ja, is om gewoon ook gewoon een beetje liever te zijn. Gewoon thuis. Tegen mijn kinderen, tegen mijn vrouw, tegen mijn vrienden. Misschien net even, weet ik veel, een kopje thee halen, geen idee. Maar gewoon een beetje liever zijn voor elkaar.